ben Florian Magnus Meijer. Ik heb het stuk geschreven Flax voor het Doelenensemble, waarbij een choreografie van mijn vrouw, Sanja Maja Hasekic, komt. Zij heeft met 11 van haar studenten heeft ze de choreografie gemaakt. Onze grootste inspiratie achter het stuk heeft ook met het thema van de avond te maken. Dat is de natuur en de schoonheid van de natuur. De kunst is altijd de zoektocht naar schoonheid in de breedste zin van het woord. Hè? Dus, stom gezegd, wat jij mooi vindt. En ik heb jarenlang natuurlijk tijdens mijn studie en daarna de schoonheid in de kunst bestudeerd of in andere muziek. En dat analyseer je dan, kom je geweldige dingen tegen. Maar ik ontdek de laatste tijd dat zo'n beetje de meest overdonderende schoonheid is ontstaan zonder enig toedoen van de mens. Namelijk als je dan op een vulkaan staat of op een gletsjer en je ziet wat voor ongelooflijke vormen en kleuren daarin zitten. Het is eigenlijk bijna abstracte kunst. Bovendien vind ik de processen die op zo'n planeet gaande zijn, hoe een planeet ontstaat, hoe de continentale platen verschuiven, hoe fragiel en wispelturig het klimaat is en hoe alles samenhangt. Dat zijn allemaal processen die, vind ik, van hele grote schoonheid zijn. Dus het onderwerp in flux betekent vloeien, zeg maar. Het onderwerp is eigenlijk het vloeien van materie op de planeet. Dus dat principe dat vind je op een hele langzame schaal. Bijvoorbeeld dus continentale platen of hoe bergen ontstaan of hoe dalen door gletsjers worden uitgegraven. Dus hele langzame processen. Die een soort van lopende band zijn waar de elementen elkaar uitwisselen. Maar je hebt het ook in het kleiner natuurlijk. Dus beweging van wind door planten heen. De vormen waarin planten hun weg zoeken. En allemaal dat soort dingen tot in de microcosmos eigenlijk. Die de dansers beweegt. En dat staat gelijk aan de krachten die de dingen op de planeet bewegen, zeg maar. Dus we hebben een beetje geprobeerd met middelen die er eigenlijk heel ver vanaf staan, deze processen een beetje over te nemen en de dynamiek daarvan. Dus het is niet zozeer een stuk wat over het mens zijn gaat of individualisme of persoonlijkheden. Het gaat echt over de massale dynamiek van een kracht die je niet kunt zien, alleen maar in wat deze kracht beweegt.